Hallo iedereen en welkom bij Let's Play Rayman Legends. Ik ben Glenn en ik ben mijn stem aan het verliezen. Dus ik ga even wat water drinken. Waarom doe ik dit niet gewoon voordat ik de aflevering begin? Hallo iedereen van DDG en welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Rayman Legends. Ik ben Glenn en we gaan nu beginnen met Rot Verwend Invasie. Deze intro was zo maf. Ik deed zeg maar een intro en toen besloot ik die intro eruit te knippen en een nieuwe intro te doen. Maar ik denk dat ik die oude intro er gewoon in ga laten, zodat jullie kunnen zien hoe raar die intro is. Ja, dat ga ik doen. Oké, daar gaan we dan. Wacht eens even, waar is Dark Rayman? Die is er niet. Wat fijn. Wat fijn. Dark Rayman is er gewoon niet. Daar ben ik blij mee. Wow, waar ging ik heen? Ik weet niet. Ik heb geen flauw idee. Ik doe maar wat. Oh, we hebben nog nooit zo'n race level gehad dat je klein bent, of wel? Wow. Volgens mij is deze heel moeilijk. Dat is gewoon helemaal te weinig. Ze maken het plafond schoon. Dat is stom. Oh man, dat is... Oh, die zwaarden zijn irritant. Oh, en ik moet daar echt snel zijn. Ik moet echt snel zijn hier. Het is niet normaal snel dat je moet zijn. Maak gebruik van de boter. De boter maakt je snel en blij of zo. Hier naar beneden. Ja, goed zo, goed zo. Bam. Hoppakee. Waarom weet ik dat op intuïtie waar ik heen moet? Het is goed level design. Oh, wacht, je kunt hier gewoon naar beneden, hè? Oeh, dat heb ik niet gezien. Dat heb ik niet gezien, maar dat ga ik de volgende keer wel doen. Volgens mij kan ik het anders niet eens redden. Volgens mij red ik het anders niet eens. Oké, nog 10 seconden te gaan. Hier naar beneden. Oké, mooi. En nu oppassen voor die zware. Zijn we dan nog niet bij het einde? Nu wel! Ah, die was makkelijk. Het zijn ook omdat het geen Dark Rayman was. Maar die zou je denk ik niet zoveel uitmaken. Omdat je in één rechte lijn naar links gaat. Dus dat maakt Dark Rayman niet zo heel veel uit. Maar normaal gesproken wel. Zo, hoppakee, die hebben we ook. Langzaam maken we alles af. Oké, de laatste van deze wereld. En ware worsteling invasie. Oh, Jesus. Dit is nog niet met Dark Rayman, of wel? Je hoort mij niet klagen. Red de tienzies. Zal ik doen. Oh, fijn. Dan mag ik weer. Dan mag ik alles kapot maken. Oh. Ik dacht, die beestjes maak ik wel even bij kapot. Dat doe ik wel even. Nou, dat viel reuze tegen. Moet ik nou serieus wachten tot hij mij mijn shit geeft? Maar kijk, oh, ik kan ze wel vernietigen. Ja, dat zeggen ze wel, maar... Ik kan ze echt niet allemaal in één keer vernietigen, hoor. Ik weet niet wat daar de bedoeling van is, maar... Ik bedoel, moet je helemaal deze gang vrijmaken voor mezelf of zo? Geen probleem, doe ik wel even. Ik heb nu al verloren, gewoon. Dat het eigenlijk zo moet. Het moet heel smooth gaan. Oh, ik dacht dat ik ook op... Daar moet ik op kunnen stuiteren. Dat moet wel. Dat moet wel een mogelijkheid zijn. Dat moet wel. Ja, dat is beter. Dat is wat ik wilde doen. Dat is wat ik al die tijd al wilde doen gewoon met mijn leven. Heerlijk. Heerlijk. Oké. Zie je, ik wist wat dat er kon. Oh, dat is een death trap. Oké. Zo en dan bam. Niet goed gedaan, maar ik hoop dat ik die snelheid ergens ga terugwinnen. Hoewel, ik ben daar keihard aan het falen trouwens. Om heel eerlijk te zijn. Oké. Oh, ik dacht even dat ik die niet kapot kon maken, maar gelukkig kon het wel. Doorgaan. Huh. Oké. Yes! Oh boy, ik ben daar klein en weer groot. Dat was episch. Het voordeel is dat deze levels nooit lang kunnen duren. Aan de ene kant ben ik daar wel blij mee. Oeh! Yes! Gehaald! Ik dacht dat deze veel moeilijker ging worden, maar dat viel gelukkig wel mee. Dit gaat echt zo'n rare video of zo'n rare opnamesessie worden om te monteren. Dat ga ik nooit volhouden allemaal. Dus dit wordt wat raar om te monteren. Maar goed. Puntjes! Oeh, nog 30 tienzies eraan! We zijn klaar met deze wereld. De race variant van deze wereld. Volgens mij zijn er maar één. Er is maar één Dark Rayman level trouwens. Ik ben gewoon een aantal van die race levels heb ik gewoon nog niet gedaan. Daarom had ik sommige nog niet helemaal klaar. Ja. Oké, dus deze heeft er maar één. Dat is dan die Dark Rayman level. Oké. Is goed. Is goed. Is goed. Is goed. Is goed.
Ik zal jullie laten zien dat ik het wel kan. Waarom heb ik zo'n gevoel dat deze heel erg moeilijk gaat worden? Waarom heb ik zo'n gevoel? Ik weet niet. Infiltreren kun je leren. Oké dan. Daar gaan we. Huh. Oh, dat moest je via boven doen. Ja, het kutte van dit soort levels is dat je alle vijanden moet vermoorden. Dat is het kutte. En je moet ze zo snel mogelijk vermoorden. Bam. Oké, dat is niet goed. Dat is niet goed. Want je moet het in een bepaalde flow moet je dit doen. Dat is de strategie. Je moet het in een bepaalde flow doen. Zo ja, en dan zo. En dan zo misschien. En dan geraken we er door het vuur. Dat is de beste strategie. De beste strategie ooit. Oké, dat is goed. 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 En dan weg. Ik denk dat ik het echt niet sneller dan dat kan doen, hoor. Oh, man. Ik weet echt niet wat ik hier moet doen. Ah. Sterf. Waarom gaat hij niet omhoog? Omdat ik daar moet springen, natuurlijk. Uiteraard. Dat is toch... Je moet precies weten wat je doet. Precies moet je dat weten. Oh, nee. Snel naar het volgende level. Sneller. Dit is... Ik heb nog maar 11 seconden. Dit gaat mij toch nooit lukken. Oké, en dan? Ik kan er niet uit. Daarboven is het einde. Ik moet dit kunnen. Dit moet kunnen. Ik denk gewoon dat ik de eerste al gelijk een verkeerde doe. Hup. Weg. Gewoon snel. Ik heb daar tijd bespaard, dat wel. Oké. Hup. Nee dan. Oké. Waarom zag ik die dag heen? Nou, ik was zo laat. Oh shit, daar is nog meer. Oh fuck, dat was vergeten. Moeilijke shit dit. Echt wel. Dit is moeilijke shit. Ik geef je een duimpje omhoog als je weet als je dit level hebt gehaald. Echt waar, dan krijg je van mij een duimpje omhoog. Serieus. Dat vind ik knap van je als je dat hebt gedaan. Want ik zie zelf niet eens wat ik kan doen met de hele tijd. Dat is echt. Ja, ik moet dan wachten op de vijanden. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk dat ik dan wacht op de vijanden. Oh. Oké, bam. Gevolgd door bam. Gevolgd door spring en bam. Gevolgd door... Oh, bam en doodgaan. Want ik deed dat niet goed. Ik deed dat overduidelijk niet goed. Dat is de waarheid. Oh, hij maakt echt zo'n geluid. Yeah, ik ben klaar. Helemaal kapot aan slaan. Dat is gemeen. Doe eens iets gemeen. 10. Vorige keer was 9. Jammer. Ik heb toch weer wat tempo verloren daar. Naar boven! De controle, soms is het echt te moeilijk om te zien welke aanval je nou gedaan hebt. Dit spel maakt zoveel... Zeg maar, als je iemand slaat, dan zie je van die sterretjes en allemaal dingen om je heen. Maar je ziet niet eens in welke fase je bent, zodat je weer kan bewegen. Het is moeilijk om je in te schatten wat je nou precies aan het doen bent. Zo van, ben ik nog naar beneden aan het trappen of ben ik daar nu klaar mee? Heb ik dat niet gehad? Oké, ik weet hoe ik dit nog ga doen. Want ik heb bij deze nog niet de flow, maar nu wel. Oh, dit is niet de flow. Dit is niet de flow waar ik over aan het praten was. Dit is niet de flow. Dit is niet... Nee. Level opnieuw spelen. Wat ik zo net had was wel de flow, maar... Dit ja, inderdaad. En dan doe je dit. Dan laat je zelf... Dan doe je dit ja, dan dit en dan dit. Ik denk dat het bijna niet sneller kan dan dat. Alhoewel, die dik 11 over. Dus dat is ook niet goed, denk ik. Nee. Nee, dit is alles wel goed. Level opnieuw spelen, dankjewel. Ik wil het zo snel doen dat je gewoon geen één fout mag maken. Dat is zo kut. Ik haat dat soort levels die je gewoon geen kans geven om het eigenlijk verkeerd te doen. Of het, ja, je krijgt geen kans om het verkeerd te doen. Je krijgt geen tweede kans, laat ik het zo zeggen. Je mag het gewoon niet fout doen, laat ik het zo zeggen. Niks mag fout gaan. Het moet allemaal in één keer goed gaan. Allemaal in één keer. Dat is te veel druk. Dat is te veel pressure. Dus laatst had ik hem in 9. Zo snel heb ik hem nog niet gedaan in de tijd. Dat is jammer. Oké, dat is goed. Dan had ik daar gelijk van die... Oké, klaar. Oh, ik haat het dat ik moet wachten op die ene kikker. Dat is niet fijn. Ik weet ook al lang niet meer hoe deze derde dan uit gaat zien, omdat ik die nog zo lang niet meer heb gedaan, dat ik vergeten ben hoe die moet. Ja, dit is niet goed. Oké, nog steeds onder de 11. Ik denk dat de bedoeling is. Hoppakee. Ja, maar kijk dan, ik ga te snel daar. Daar ga ik weer te snel. Kijk maar, deze levels moet je eerst goed bestuderen en dan de makkelijkste manier van overwinning weer te vinden. Je bent niet grappig. Alles behalve grappig. Het kut ook van deze opnamesessie is dat ik constant praat, dus ik moet heel goed kijken wat ik versnel en wat niet. Kom op, oh, vervloekt. Oh man. Echt waar. Dit is niet cool. Ik word hier zo boos en gefrustreerd. Ik ga niet eens... Oké, dit spel is cool. Ik ga nog niet eens naar beneden. Oké, dat is goed, dat is heel goed. En dan bam, ja, weg hier, oké. Kom op nu, Jim. Bam. Waarom raakte ik hem nou niet goed? Dat vind ik irritant. Hier verlies ik tijd. Hier verlies ik zoveel tijd dat het niet meer grappig is. 11 seconden heb ik. Dat gaat niet worden. Nee. Ook omdat ik niet weet wat ik moet doen. Nee, dat gaat
graag komen nog twee van die bitches. Dat is fijn hoor. Dat is super fijn. Kut is als je gewoon niet weet hoe je hem precies moet halen. Dat is wel de kutste. Kijk, dit ook. Dit is niet cool. Oké, okay, dit is cool. Dit is cool. Dat deed ik goed. Dat deed ik goed. Het is misschien niet verkeerd om even met die bovenste te beginnen. Waarom? En dan zijn we boven en dit en dit. Nee! Ik moet daar onder hem langs. Ik moet daar onder hem door. Dat is de strategie daar. Ik moet daar onder hem door. Oké. Okay. Doe maar. Ja, heel goed. Heel goed. Dan doen we het zo. Dan doen we het zo. Ik kan ook gewoon aan springen volgens mij. Dus dat bespaart mij volgens mij nog meer tijd. Dan ga ik dat volgende keer doen. Ik leer. Zo ja. Hup, hup. En onder hem door. Sneller! Perfect, perfect. Ik ben zelfs nog onder de 20. Dat is beter dan vorige keer. Okay. Hup, hup, hup. Hup. Oh, nee. Op hem vallen. En weg hier. Hoeveel tijd hebben we verloren? 12 seconden. Ik weet hier niet wat ik moet doen. Ik weet dat ik hem moet vermoorden, maar dan. Dan moet ik hem vermoorden. Oké, maar dan. Weet je wel? Maar dan. Dan moet je op zijn parachute terechtkomen en hem niet kunnen vermoorden. Dat is echt super als dat gebeurt. Dat is prachtig. Oké. Waarom raakt hij dat plafond? Oh, het is 10. Ik heb het beter gedaan dan voorheen. Dus het is niet zo heel erg, denk ik. Deze doe ik het meest perfect van allemaal. Deze gaat perfect, omdat ik deze goed ken. Oh, dat zijn we wel. Dan ga ik dat dood omdat ik om een of andere reden naar links sprong. Dat is niet goed. Oh, boy. Oh nee. Oh, oké. Okay. Onder de 11, dat is het belangrijkste. Als het niet onder de 11 is, dan kan ik gelijk opgeven. Onder hem langs. Daar ging het weer te snel. Ik wist wel dat deze moeilijk ging worden. Ik wist het wel. Sowieso, ze zijn allemaal moeilijk van deze. Ze zijn allemaal kut. En dit sloeg er helemaal nergens op. Dit was niet eens fatsoenlijk te verklaren. Ik wist niet eens meer wat ik aan deed. Ik was gewoon compleet tel kwijt. Wat doe ik nou? Ik doe het niet goed. Nee. Waarom maak ik ze niet allebei in één keer af in het begin? Waarom doe ik dat nou niet? Dat ging zo goed in het begin. Dat is zo lekker. Zeg maar dit. Dat is zo goed. Dat is zo goed. Oké, okay, fuck it. Zo. Gewoon een spring inderdaad. Nou ja, nog net onder de 11. Zo. Kratse plats. Ja. Oh, lekker. Lekker. Oké. Okay. Deze heb ik ook nog niet helemaal goed door. Maar. Waarom stond ik nou niet? Oh, man. Oké. 12. Kom op nu, Glenn. Kom op nu! Daar. Hoppakee, ja, dat is goed. Snallig. Nee. Ik begin langzaam dit level niet meer zo leuk te vinden. Deze hele wereld niet, dacht je van die? Die begint langzaam niet meer zo leuk te vinden. Oké. Okay. Dat is goed. Dat is mooi. Ging ik weer te snel. Ik kan er beter gewoon over hem heen springen, want dan heb ik meer overlevingskansen dan wanneer ik onder hem doorga. Ik krijg last van mijn rug trouwens. Ja, dit is niet goed. Dit is niet het succesvolume. Voor formule. Dan ga ik door het vuur. Heb je net niet de goede flow. Oké, je laat ons vallen. Op hem springen. En domineren. Ja. Domineren die shizzle. Zo, bam, bam. Yes, perfectos. Nee, Glenn, je zijn nog zo over hem heen springen. Dan doe je het niet. Dat is jammer. Je moet over hem heen springen. En dat is ook niet goed. Maar het kan nog goed komen als je het goed doet. Het kan nog goed komen. Als je snel met hier. Ja, dat is, ik neem er genoegen mee. Zolang ik onder de 11 is. Dan neem ik er genoegen mee. Wat is dat? Ik weet niet wat het was, maar dat was niet goed. Ik moest daar wachten. Ik moest daar wel wachten op die kikker. Wat is dit level hardcore? Niet minimaal. Echt is ook gewoon dat je met een tijdslimiet te maken hebt. Als je met een tijdslimiet te maken hebt, dan is het allemaal veel makkelijker eigenlijk. Dan kan je gewoon rustig aan om een beetje best wel onder Raymond te ontwijken. Dan blijf ik Raymond toch wel mee. Dat is goed hoor. Dit is niet goed. Ik mag deze volgende nu wel heel erg snel gaan doen, als ik dit niet wil falen. Oh, ik sprong niet eens over hem heen. Dat is niet cool. Je moet door hem heen springen. Oké. Okay. 11, precies 10 seconden om dit te clearen. Dat gaat me natuurlijk lukken, joh. Ja, natuurlijk. Oké, okay, nu gelijk deze kant op. En dan gelijk deze kant op. Om heen! Nee! Oh man. Ik had hem bijna. Ik wist niet dat ik omhoog moest gaan. Ik dacht, ik was letterlijk vooruitlopen en dan was ik er. Ik moest er nog omhoog. Anders had ik hem gehaald als ik daar wist wat ik moest doen. Oké. Okay. Ik weet nu in ieder geval dat ik hem zelfs in 10 seconden over, dat ik hem dan nog kan halen. Dat is genoeg. Dat is genoeg tijd voor mij. Oké. Maar, dat is mooi. Jullie zullen zien dat ik nu niet ga falen. Ik zal jullie niet meer teleurstellen. Ik heb jullie vaak teleurgesteld in deze let's play, maar dit keer niet. Dit keer zal ik winnen. Oké, daar gaan we. Bam! Oh, jongens. Nu het wordt een wereldrecord. Dit wordt een wereldrecord. Als ik nu niet verpest, dan wordt het een wereldrecord. Zo. Rustig hier. Rustig nu. Oké, dan komen de twee reuzen. Hij gaat onder mij door. Boven mij door bedoel ik. Hier gewoon rustig naar boven. En bam. Help. Dit is kut.
En ik weet niet hoe ik dit moet monteren. Ik weet niet hoe ik dit moet monteren. Ik weet het niet. Hoeveel waren er nog? Nog is dit de enige. Ja, oké. Okay. Nog van één wereld volgens mij dan de... Dark Rayman. Nog van één wereld. Yep, die is klaar. Kabam! Nice, Dizzy. Maar deze heeft dus ook één gewone race level. Oké, okay, dat is niet erg. Dat vind ik niet erg. Dat wil ik wel doen hoor. Dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Doen we eventjes. Oh, oké. Okay. Denderend Olaf invasie. Oh my god. Fuck mij. Fuck mij. Oké, okay, red de tienzies. Doen we. Wat? Oh, oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Dit is echt een level waarin je heel goed moet kijken naar de beweging van je dark counterpart. Want je moet hier... Je moet daar... Oh, ik moet dat ding ook raken, daadwerkelijk. Oké. Okay. Ideetje. Ideetje! Hé, hey, ik ben Jimmy Neutron. Ideetje! Nou, heb je morgen als je dat nog kent. Ik vind het jammer dat dat niet meer op tv is trouwens. Volgens mij had het programma best wel een groot budget. Om heel eerlijk te zijn. Dood. Wat nu? Oké. Okay. Nee, ik moet het ding wel raken. Wat ik me afvraag, kan ik niet gelijk dat ding hier... Ja, hier, dit gaat veel sneller. Doei. Dat is het enige waar je op dat moment aan moet denken, dat je gewoon over hem heen springt. Doei. Laat eens. Oh, dat had heel verkeerd uit kunnen pakken. Oh, dit zijn de kutte momentjes in het leven. Ja, naar boven. Volgens mij gaat het nog goed hoor. Ja, dankjewel platform, dat is wat ik heel erg nodig had. Hier naar beneden en verder. Bam. En verder. Wat? 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 Maar. Nee. Dat is een beetje moeilijk. Dat voelt als een stofzuiger ofzo. Oké, okay, daar kan ik overheen springen als ik dat... Oké, okay, als ik dat op die manier doe, kan ik overheen springen. Dat is een goed idee. Zo, en dan... Oh, wauw. Nou, zoveel tijd heb ik dan ook weer niet. Ik heb daar juist te veel tijd eigenlijk. Zo ja. Oké. Okay. Oh man, dat is niet cool. Oké, okay, dat is wel cool. Oh, hier naar beneden. Nee, 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 niet slide. Ik land. Dat is niet goed voor je gezondheid. Dat is niet goed voor je gezondheid. En hier naar boven. Heb ik. Perfect. Ugh. En hier naar beneden. Bam. Deze is niet moeilijk. Oké, okay, nu komt het moeilijker. Oké, okay, en dan dit. Oh, perfect. Wat nu? Wat moet je doen? Fuck. Ah. Oh. Hoe doe je dat laatste stukje goed? Interesting. Yo. Oeh, je kunt dat niet lekker bouncen, dat is jammer. Dat is jammer, want je wilt dat lekker bouncen. Weet je wat, de volgende keer spring ik gewoon langzaam op. Ik doe dit, en dan doe ik gewoon dit. Veel beter, veel sneller, veel alles. Het leuke van het vorige level is ook dat je heel goed kon zien wanneer je snelheid won en wanneer niet. Dat zie je nu niet. Nu moet je heel goed zelf een soort van opletten. Oh ja, ik ga niet naar de tijd kijken, want daar heb ik gewoon geen tijd voor. Oh, wacht, volgens mij zal ik daar wel een manier hoe ik dat sneller kan doen. Volgens mij zal ik daar wel iets hoe ik het sneller kan doen. Stom beestje die denkt, ik ga even snelheid of klein tegenhouden ofzo. Je kunt mij niet tegenhouden. Ik ben veel te goed. Oké, okay, ik heb hier een idee nu. Want, ja. Ze kunnen dat ding dat toch niet voor niets neer hebben gezet op platform. Of die leegte die je daar zag. En het is irritant dat je dan niet gelijk dat ene stukje muur daar is. Heel irritant, boven op het plafond. Dat is vreemd. Oké, bam. Bam. Oké, okay, en nu. Je moet er gelijk omhoog kunnen komen. Dat kan niet. Er is een of andere stofzuiger ofzo die helemaal naait. Opnieuw. Er is ergens nog een stukje waar ik heel veel tijd kan winnen, maar ik weet niet waar. Ik heb toch het gevoel dat er bij een stukje met de wind is. Maar... Wat was dat? Dat was niet slim. Nee. Ik was blij dat ik nog aan het opnemen ben. Ik ben volgens mij al langer dan een uur aan het opnemen. Dat is mooi. Dat is mooie shit. Ik moet straks trouwens nog iets opnemen voor een iets anders. Een soort van mij eigenlijk namelijk ook weer niet. Eigenlijk wel. Ja, jawel. Tibidibim pam 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 hier naar beneden. Oké. Okay. Oh, ik kan er niet eens bouncen. Dat vind ik jammer. Ik wil kunnen bouncen. Oh nee, waarom raak ik dat ding dan net niet? Veel vloekjes. Ik denk dat dat stuk ook in een of andere reden veel langer duurt dan het eigenlijk moet. Dat ik daar te lang over doe. Oké. Okay. Dit doe ik volgens mij perfect. Dit gaat perfect, maar hier wordt het moeilijker. Oh, ja, ik naar beneden moet gaan. Oké, okay. Nu omhoog. Omhoog. Gewoon omhoog. Ja, cool. Ja. Ja, dit is beter. Huppakee. En deze is ook niet moeilijk.
Oké, okay, nu gelijk als de Sodomieter. Sneller. Gehaald. En jullie denken, gaat hij nu de part beëindigen? Nee, ik ga nog niet de part beëindigen, want ik wil... Ik wil de laatste race level gedaan hebben en dan die laatste wereld doen. En ik, volgens mij is die laatste wereld, wat ik denk wat het is, alleen maar muzieklevels. En die zijn niet zo heel lang. Dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit gaan zien. Dus we gaan nog even deze laatste race... Ook met een Dark Rayman. Jongens. Dit hou ik niet vol. Oké dan. Oh, nog onder water. Onder water. Onder water. Oké. Okay. Onder water. Oké. Okay. Onder water. Daar heb ik geen probleem mee hoor. Ik hou van onder water levels. Die zijn geweldig. Die zijn fantastisch. Oh man. Oh man. Het voordeel van deze is wel dat ze minder... Volgens mij moet dit... Het lijkt tot nu toe minder moeilijk dan normaal. Ik denk dat ik goed ga. Oh man. Ja, dat, ik had mijn controle dan niet even lekker meer vast. Mijn pookje. Ik wilde het pookje niet meer goed vast daar. En dat was niet zo mooi. Oké. Okay. Oh, je moet ook precies lekker tussendoor. Want die zagen doen heel lang over dat ze uit elkaar gaan. Ja, die gaan snel, maar de vorige niet. Die doet er een uur over. Dus ik ben gewoon fucking snel. Volgens mij is dat het meer. Volgens mij ga ik 20 keer af alleen omdat ik die zaag. Omdat ik dan lekker tussendoor ga. Omdat hij er zo lang over doet. Dat ik dat super irritant vind. Oké, okay, kom maar, kom. Ja, mooi. Ga maar door. Ga maar de frikken door. Ik heb er geen tijd voor. Jesus. Er is geen tijd meer. En ik moet blijven bouncen hier. Oh, oh, wat was dat? Dat was niet goed. Oh, hier onder, Glenn. Tempo is wat je nodig hebt. Ja, hier omhoog, gewoon omhoog, gewoon omhoog. Ja, perfect. En onderuit springen. Soms spring ik automatisch uit en soms niet. Dat vind ik een beetje jammer. Ai, man. Ik moest daar wel boosten, want ik anders geraakt werd door die Dark Rayman. Ergens maakt het ook niet zo erg uit hoe lang ik erover doe voor elke part. Want ik ben niet toch van plan om de Let's Play in deze opnamesessie af te maken. Dus in principe, voor mij duurt het een half uur. Voor mij duurt het een half uur. En dan denken jullie, jee, een half uur, ga. Ja, ik moet het gewoon herhalen, jongens. Ik moet het gewoon herhalen. Ondanks dit vind ik toch dat waterlevels minder moeilijk zijn om op deze manier te halen. Want je hebt gewoon meer. Je hebt toch wat meer. Om een of andere reden is. Moeten ze dit wel minder moeilijk maken? Omdat waterlevels al fucking moeilijk zijn. Nou, misschien is er ook wel een reden van om het gewoon niet moeilijker te maken. Maar. I don't know. Ik vind het jammer dat ik niet lekker constant die dash kan doen. Dat vind ik een beetje jammer. En ik wil gewoon constant die dash doen omdat ik daarmee de meeste snelheid ben. Maar het spel level is niet zo gemaakt dat je dat zo elke keer kan doen. En dat is jammer. Dat is een beetje spijtig. Hierboven. Zie je, ik wilde, op het moment dat ik in het water kom, wil ik gelijk kunnen dashen. Dat doe ik daar, maar dan kan ik niet meer op tijd opnieuw dashen om die kikkers te raken. En dat is die probleempje. Oh, ik moet er gewoon recht omhoog gaan. Ik weet zeker dat dat kan. Ik weet zeker dat ik daar gewoon niet hoef te wachten. Dat is ook zo, ik hoef daar ook niet te wachten, want ik ben pro. Zie je, ik moet er alleen niet de renknop indrukken wanneer ik tussendoor kom. Want dan wordt blijkbaar wordt mijn hitbox dan groter ofzo. Om een of andere reden. Huppakee, oké, daar gaan we. Ja, inderdaad, gewoon niet. Hier mag ik dashen. Hier mag ik je lekker dashen. En... Jammer. Het was spijtig, dat is kut. Dat is lelijk, dat is een naar moment. En je denkt, jammer. Maar toch, ja. Dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Dat soort dingen gebeuren nou eenmaal. Maar dikke niet. Dikke niet! Dat zeg ik nu wel, maar ik weet nog niet eens hoe het einde van het level eruit ziet. Dus, wie ook je voor de gek. Ik ga er gewoon nog 1000 keer dood. Oeps, oké. Oké. Huppakee. Hier omhoog. Oh, rustig nu. Oké, prachtig. Doe die coole dash aanval. En spring over hem heen. En ga je weer naar beneden. Maar niet dashen. En dat is zonde. Dan ga je dood. Zie je wel. We waren al lang bij het einde. Want ik ging er nog een keer af. Maar nu niet. Aan de ene kant is het wel jammer dat ik geen krasloot open kan maken. Maar ik heb zoveel gefaald elke keer in deze levels. Dat ik het versnellen er wel zoveel in ga zetten hoor. Daar hoeven jullie je niet druk over te maken. Goed, we hebben alle race levels gedaan. Dat betekent dat er nog maar één wereld te gaan is. En die wereld heet. Zombiefeestje. We gaan deze Let's Play afsluiten met een feestje, jongens. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Als jullie deze video leuk vonden, geef hem dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei. Bij het einde. Oh, het einde.